beginfase van de wedstrijd tussen ACV en Stedoco. 4 minuutjes gespeeld. En hier de slijding van Stijn Strijker. Ja, die heeft de naam. En dat is bij de scheidsrechters bekend. Onnodige slijding. Het is zijn 11e kaart alweer van dit seizoen. Daar balt Ruud Jalving van. Want hij is er de komende wedstrijd niet bij. Is dus geschorst. En moet vandaag gewoon oppassen natuurlijk met geel op zak. De eerste aanvallen zijn voor Stedoco. Dat makkelijk voetbalt en hier op voorsprong komt. Het is vlot, amper een kwartier gespeeld. En de doelpuntenmaker is Joran Schreuder. Hij krijgt alle tijd om die bal aan te nemen. Abouzra staat daar toch al een beetje te slapen. Want kijk eens, neemt hem hier aan op de borst. Abouzra timed verkeerd. En dan is de doelman Enveres Piotić geklopt. Jalving moet het trouwens stellen zonder Luka Priljic, Karim Banani, beide spelers geschorst. En ook Justin Mulder is er vanwege een blessure nog altijd niet bij. Bijna opnieuw Stedoco met Schreuder die de lat raakt en in de nastoot de poging van Danny van Haren. ACV komt hier goed weg. Wiedink richting Sopakua. ACV met een van de spaarzame. Goeie aanval in de eerste helft. Boy Spijkerman. Hij richting Gijs Jasper. Maar geen probleem voor Stedoco-doelman Maarten de Fokkert. Lasdijk. Die steeds beter wordt in dit seizoen. Begon als wisselspeler. Maar inmiddels is hij een vaste waarde in de basisopstelling van Jalving Spijkerman. Actie is goed. Gaat liggen. Binnen. Of buiten de 16. Scheidsrechter Wim Bronsvoort legt de bal naar buiten. Een goede actie van hem. Boy Spijkerman en de vrije bal van Strijker. Richting wie? Uiteindelijk Van Dijken en Wielink lopen elkaar een beetje in de weg. En dus gaat die bal niet binnen. Is de ruststand 0 tegen 1. En moet ACV aan de bak. Want inmiddels is bekend dat GVVV... bij Staphorst, de concurrent dus, GVVV, op voorsprong staat met 0 tegen 1. En ACV begint geweldig aan de tweede helft. Giovanni Zwickstra schiet binnen. Krijgt de bal wat gelukkig. Na een scrimmage, waar ook Stijn Strijker bij betrokken was. Kijk hier, maar goed doorzetten van die Stijn Strijker. En dan schiet Zwickstra raak. Hoopt Stedoco nog op buitenspel, maar dat is het niet. Stand in evenwicht en er is nog... tijd zat om ook een tweede te maken. Opnieuw Zwickstra. Deze bal gaat een paar metertjes naast. ACV dat in de eerste helft maar geen druk kreeg op de opbouw van Stedoco. Speelt een betere tweede helft. Maar heel veel kansen komen er niet. Af en toe een poging zoals hier van Spijkerman. Maar dit is een afzwaaier. En natuurlijk moet je ook altijd uitkijken voor Stedoco. Dat nog een klein kansje heeft op de titel. Bij een overwinning is het gat richting ACV en GVVV nog maar 5 punten. En dat met nog 4 duels te gaan. Publiek onrustig. Komt er nog een goal? En zo ja, voor wie? Stedoco in de aanval. We zitten inmiddels in blessuretijd. De overname van ACV. Daar is Zwickstra. En waar is de aansluiting? Zwickstra alleen. Zwickstra legt terug. En daar is Mark Jacht. De invaller aan de kant van ACV. Scoort. Is blij. Trekt zijn shirt uit. Nou, dat kost hem geel. Maar veel belangrijker natuurlijk. ACV gaat winnen. En blijft voor de 21ste keer op rij ongeslagen. En houdt GVVV op 3 punten. Wat een geweldige actie van de man of the match. Giovanni Zwickstra. Vaak doet hij het alleen. Maar hij heeft geleerd. Legt af. En Jacht wordt de matchwinner. Maar de grote man, Giovanni Zwickstra. Hij helpt ACV aan 3 hele belangrijke punten. Tegen Barendrecht, ik weet niet of je dat kan herinneren, had ik een soort van gelijke actie. En toen deed ik hem zelf. En op dit moment, ja, ik las eigenlijk al dat de bal daar zou komen. Dus ik kwam over vanaf de andere kant. En ik zag Mark Jacht vrij staan. En ik dacht, probeer hem neer te leggen. En gelukkig schiet hij hem binnen. Ja, dat is bijna net zo'n mooie score, hè? Ja, dit wel. Als laatste minuut. Ja, dan is het is genieten, joh.
ik zei deze week dat ik de laatste tijd wel heel rustig ben aan de kant, ook met goals en dit en dat. Maar ik had nu toch het gevoel dat ik iets het veld inrende, maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Ja, het was wel één waar we niet meer op rekenden. Ik vond trouwens wel echt een geweldige goal met de actie van Zwickstra en Mark Jacht, die wel echt heel goed op de positie staat daar. Dus ik denk dat ik even niet mezelf was. Dit is de stand met nog 4 finales te gaan. 3 punten het verschil tussen ACV en GVVV. Over 2 weken het vervolg. Dan gaat ACV op bezoek bij nummer 8 Sparta Nijkerk. RTV Drenthe.